Bam, ja, een game 25 jaar in de making. Als het mogen geloven, een game die eigenhandig Xbox moet gaan redden. En een game die eigenlijk toch wel bar weinig E3 heeft gedomineerd. Zelfs zo gedomineerd dat de helft van de Xbox presentatie ging over die game. En we hadden nog geen preview, want we wilden een bijzondere preview opnemen. En dat doe ik met hele bijzondere tafelgasten hier. Meneer Boris van de Ven, Jelle Kunst en Daan van de Brink. Meh. En om dit item iets structuur te geven, heeft JJ mij een blaadje gegeven met 9 vragen. Oh. 9 vragen over Starfield. Starfield 9. Is dat een symbolisch getal voor iets? Bij deze nu. Er zitten 9 knoppen op deze Cloud ultra 9. We zitten op Cloud 9. 1 meer dan Infinity. We zitten op Cloud 9. Hoe boos ben je dat Jelle die controle meeneemt? 9 uit 10. Nu? Ja, best spels. Ja, best wel. Best wel. Maar goed, ik gun het Jelle ook gewoon. Zo ben ik gewoon. Heb je gezien dat die doorzichtige triggers, dat daar die rumble in zit en dat gaat bewegen als je. Ik kan niet wachten om dat te zien als hij rumbeleert. Ik wil het zien gewoon. Als hij rumbeleert. Rumbeleren. Wat vinden jullie van de Starfield woke kleuren combinatie? Ik vind die het niet echt woke is. Ik vind het heel space. Ik vind het totaal niks te maken hebben met. Het is niet LGBTQ. Nope. Ik weet niet precies. We gaan het waarschijnlijk wel zien. Kijk, NASA heeft 3 kleuren. Wit, rood, wit, blauw. En zij hebben gewoon zoiets van, we doen er 4 met oranje. Weet je, ik zou je wat zeggen. Ik vind die aardebruin rood die ze hebben gekozen. En die zie je aan de binnenkant. De achterkant van de controle heeft het ook. Maar hier glimt het. Ja. Oh, wat een mooie kleur is dat. Dat is een mooie kleur. Oh, maar ik vind het heel chill dat die grip heeft vooral. Ja, dat hebben ze allemaal toch niet? De rubberen. Nee, die van mij niet. Nee, normale hebben dat niet. Die hebben dat niet. Dat is gewoon smooth. Ja, volgens mij is dat van die Elite Controller. Volgens mij heeft die dat ook. En daar hebben ze het daarvan overgenomen. Ik vind dat wel, ik moet je wel zeggen, Xbox controllers gaan snel stuk. Dus dat vind ik jammer. En dat, zeker... dat vind ik echt bijzonder, man. Ik heb er geen één kapot gehad. Oh, ik heb wel één. Sterker nog, in de Bigu tijd kwamen ze regelmatig terug. Maar is dat dan die Xbox One? Want we hebben natuurlijk wel nu nieuwe. Allemaal hetzelfde. Het is niet echt van. Het is alleen dat er USB-C heeft. Het. En voor de rest is het design niet. Ze gaan driften. Het is gewoon. Ja, ze gaan gewoon. Ik moet zeggen, ik heb echt nooit last van. Voor jezelf in de downplay. Nee. Maar ik vind het echt heel tof. Nou, dan neem ik hem wel weer mee. Ja. Jongens, ik trek de regie weer heel even in handen. Want ik krijg gelijk een hele existentiële vraag hier. Oh. Hoe zouden jullie Starfield omschrijven als game nadat je de direct hebt gezien? Fucking space. Orgasme. Ruimte orgasmes. Je mag het meer dan alleen sleutelwoorden praten hoor, jongens. Ja, ik zie geen revolutie of evolutie. Ik zie een logische volgende stap die Bethesda zet als je kijkt naar wat ze altijd overhevelen van Elder Scrolls naar Fallout, van Fallout naar Elder Scrolls, Fallout. Nu korter. En deze. Wat is er dan een logische stap nu dan? Nou, dat hier alles in zit wat je kent van Fallout en Elder Scrolls. Maar het is een beetje alsof je had al patat en nu hebben ze dan mayonaise opgedaan. Ja, en uitjes. Of en uitjes. Ja, okay. Ik vind het en dan de volgende heeft uitjes en ook pindasaus. Ik vind het een patatje oorlog. Kan je het iets minder abstract uitleggen? Ja. Nee, maar ik vind gewoon, kijk, als je... 2023 Fallout in space. Nee, het is niet Fallout in space. Veel te makkelijk. Nee, met een flinke lik No Man's Sky ook. Nee. Het doet ook nog iets anders. Want het ding is, er is iets aan Fallout wat uitgesproken is. Hè? En dan weet je, je kan daar bijvoorbeeld niet van houden. Ja. En ik heb bij Starfield hebben ze een soort science fiction snaar geraakt. Mm-hmm. Die iedereen tof vindt. En als je kijkt naar dit vliegveld bijvoorbeeld. Ze noemen het zelf NASA punk. Ja, precies. Ja. Maar kijk naar dit spaceship. Het is niet afgetrapt zoals de Millennium Falcon. Het is niet clean zoals Star Trek. Ja. Het zit er tussen. Kijk, de buitenkant zie je wel van, hij is, weet je, als een oude X-wing is hij helemaal. Ja, weet je, Star Wars-y, maar van binnen ziet hij er toch wel wat beter uit. Ja, niet zo gaarstoffig zoals de meeste Star Wars spaceships. Ja. Precies, maar nog wel die beslagen ramen. Ik vind echt, ik vind de visuele tone of voice van deze game vind ik fucking goed. Ja, en daar. Dat stomme, het coole is dat vertaalt zich door naar, nou ja, waarschijnlijk de hut, naar de in-game menus, naar de fucking controller, jassies en wat dan ook. Weet je, we hebben hier nog een headset pakken met ook die mooie streepjescode. Ja. Ik vind, nee, maar serieus. Nou, oprecht, die jas was wel echt heel lijp. Die jas, weet je? Ik vind het heel moeilijk om game merchandise te maken wat ook gewoon cool is, wat je kan dragen en er niet als een fucking weeb uitziet. Ja. Maar daarin zijn ze geslaagd. En, nou, laten we eerlijk wezen, Starfield, daar zit een visueel producer op of iemand, weet ik veel, iets met zo'n functie op. Die is echt, die weet precies wat hij doet. Weet je waar het mij aan doet denken? Ridley Scott shit.
En ja. Vooral wanneer je de landscape ziet, ja. Maar toch ook een beetje de interieur en de spaceship zelf en de schermen. Het zijpelt overal, want je ziet het ook in, weet ik veel, de logo's of weet je, waarschijnlijk wat marketingmateriaal, dat soort van, dat Ridley Scott ernaar heeft gekeken van, oh ja, dit past, dit vind ik goed, in plaats van, oh, dit is een mismatch of wat dan ook. Mm-hmm. Ja. Nee, ik ben daar lijp fan van, dus ik kan mij alleen maar bekoren ook, inderdaad. Ja, fucking goed gedaan. Hey, we hebben echt heel erg veel gezien van Starfield. Misschien... Dat weet je niet. Je weet niet wat je niet gezien hebt. Nou, laat ik het zo zeggen. We hebben heel veel presentaties al gehad. En volgens mij was dit de tweede Starfield Direct... waarbij we toch wel uitgebreide game aan bod kwam. Dat kan soms zijn van, dat wil je zelf ontdekken. Nou, gelukkig heb je oneindig veel planeten om nog dezelfde te gaan ontdekken. Maar van alles wat we tot nu toe hebben gezien... wat is hetgene wat je het meeste heeft aangesproken... wat je het allervetst vindt aan deze shit? De on-Bethesda-achtige manier waarop ze ogenschijnlijk, wat ik durf nu niet met zekerheid te zeggen, heel levendige steden hebben neergezet. Steden? Ja, want dat steden. Zag, de steden, de hubs, die zagen wel levendig uit. Oh ja? En dat vind je niet van Bethesda's? Nee, ik had niet verwacht dat van Bethesda zou komen. Maar je weet niet wat het doet. Voor hetzelfde geld kun je die niet eens in, hè? Ik wil, je hebt geen idee. Nou, we hebben gameplay Hoeveel steden zeiden ze dat er waren? Volgens mij waren er 20 of waren er 40? Er waren in ieder geval een paar echt grote steden. Van, maar dat heb je toch ook al, weet ik, van Megaton, om maar iets te noemen. Het gaat toch niet veel anders zijn dan de 2023 versie van dat? Ik vind dit gewoon, kijk dit nou, weet je, dat ruimteschip wat op die planeet staat in de mist, dat je gewoon denkt van, weet je, je hebt toch altijd bij die trailers, heb je zoiets van, wat is dan de ster, wat is het onderwerp, weet je, waar gaat dit over? Ja. En als ik deze trailers allemaal kijk, dan heb ik het idee van, ja, dit gaat weer over die wereld. Mm-hmm. En ik vind dat altijd goede trailers, weet je, de beste GTA trailers waren altijd de trailers waarin je de wereld zag. Ja. Niet zozeer waarin je de soort van al die missies, want dat is allemaal repetitief en een beetje banaal, maar als je die wereld ziet, heb je zoiets van, wow, wat is dit rijk, wat is dit vet. Maar dat is exact wat ik ontzettend kan teleurstellen aan die game. Als die wereld niet net zo rijk aanvoelt als dat mijn geest nu projecteert op die beelden. Mm-hmm. En die kans, om heel eerlijk te zijn, dat dat gebeurt, is redelijk groot. Dat was bij Cyberpunk exact hetzelfde. En Cyberpunk... Cyberpunk hebben ze zelf ook wel een flinke duit in de zak gedaan, hè? Door het zo op te blazen. Ja, maar wat denk je was. Dat Bethesda dat niet ook kan? Maar, zeker. Maar ze hebben natuurlijk ook wel heel veel wapenfeiten die het tegendeel bewijzen, dat ze dat wel kunnen. Want dat is natuurlijk wel waar Skyrim, Oblivion, Fallout onbekend staat. Dat is precies dat. Dat die wereld er is. Zijn ze meesters in. Nou, ik vind de wereld van Starfield, wat ik nu gezien heb, vetter dan elke andere RPG van Bethesda die ik gezien heb. En dat vind ik echt knap. Want het is niet dat ik die andere games niet vet vind. Maar Jesus Christ, wat is dit mijn ding? Weet je? Het gevaar is gewoon heel veel. Ja. En dat is natuurlijk ook, dat is misschien waar je heen wilde. Dat is ook ergens een soort van, ja, hoeveel aandacht kan je dan geven aan, weet je, 1000 planeten? Alles dat hoeft natuurlijk ook niet alle 1000. Nee, niets, maar je weet dat niet, dat heb ik al gehoord, dat is al gezegd. Die 1000 planeten, die gaan niet heel rijk aanvoelen. Nee. Nee. Wat er gaat gebeuren is, je gaat random naar een planeet. Er is geen moer te doen. Ja. En als je bij wijze van spreken een missie krijgt die je naar die planeet brengt, dan opeens gebeurt er van alles op die planeet. Ja, dat precies, is wat je gaat krijgen. Of weet je, wanneer je naar een random generated planeet gaat, er zijn daar gewoon mineralen die je daar kan mijnen. Ja. Dat soort shit. Dat geloof ik wel. Maar, en dan gekke aliens erbij natuurlijk. Wat dus niet, wat ik helemaal cool vind, want dat hebben we in No Man's Sky ook heel lang gedaan. En wat dan ook. En dat is hartstikke tof. Het enige is, je bent van een Bethesda world gewend, dat je overal en ergens gewoon toffe kleine nuggets, die nuggets inderdaad vooral, vindt. En daar ligt dan nu de valkuil. Ze hebben zoveel gecreëerd dat je denkt van, kan je dat gevoel wat een Bethesda RPG vaak een Bethesda RPG maakt, ook kwijt in Infinite Worlds niet, maar 1000. Maar dat rolt ook wel goed door naar de volgende vraag van, wat zou je dan het minst bekoren? Is dat ik dus wel gewoon in mijn eigen gekochte of gescavengede of gejatte of veroverde je kan volledig spaceship veroveren. Zelf. Dus, je kan een spaceship arsenaal en dan in je, vandaag heb ik zin in mijn Lamborghini, spaceship ergens heen gaan. Ja.
Dat. Dus de vrijheid om te gaan en staan waar ik wil. In mijn eigen fucking customized spaceship. Mm-hmm. Dan ben ik er al. Ja, ja, maar ik vind het interessant dat je zegt. Want voor mij, bijvoorbeeld als ik naar Elite Dangerous kijk, wat ik helemaal kapot gespeeld heb. Als je, het was altijd de dynamiek. En dat is ook bij No Man's Sky. De dynamiek was altijd de beloning. Zit hem in het upgraden van je spaceship. Ja. En nu heb ik het idee. Ze hebben dat niet laten zien. Er is daar niet zoveel over uitgelegd. Je zag dat hij op een gegeven moment. Je kan een schip overhoop schieten. Je kan hem kapen. Ja. En dan kan je letterlijk al die modules die daarin verwerkt zitten. Kan je dan. Je kan hem zelfs meenemen naar je shipyard of iets dergelijks. Ja. Dus nee, maar er zitten. Maar ik denk dus dat de combinatie daarvan, dat zei ik toen ook tegen die presentatie, die reward moet wel kloppen. Ja. Dat als jij al die investment uren, tientallen uren stopt in het scavengen van planeten of het veroveren van wapens of schepen. Als je dat 100 uur gedaan, moet je toch een fucking Imperial Star Destroyer hebben. En dan moet ook de main missie makkelijker zijn dan een of andere Rando die er in 30 uur doorheen rent. Maar vooral wat je bedoelt is dus van het feit dat het kan. Het moet ook iets betekenen. In de wereld, in de game. Dat zien we wel heel vaak bij games. Dit hoef ik niet heel veel te doen, kan ik je vertellen. Waarschijnlijk hoeft dat ook niet. Want als jij één cargo ship tegenkomt, dan is dat is waarschijnlijk, als het goed is, 10 uur aan minen. Ja. Maar als je wil minen, dan kan je minen. En dat is dus een beetje een ding. Wil je een cargo ship ergens vinden en kapot maken en het overnemen? Of wil je zelf naar een planeet gaan om te minen? Ik hoop dat er ergens een keer een missie is dat je gewoon zonder zit. En dat je wel moet. Nou, ik weet bijvoorbeeld dat ze hebben al die tedious shit. Bij een EVE Online had je dat minen. Dat moest echt letterlijk. Weet je, dat duurde de rest van je leven kon je daarmee besteden. Ja. En weet je, net als het handelen van wat je had bij Elite Danger bijvoorbeeld. Dat vond ik heel tof. Maar daarom weet ik al van, dat zit er niet in. Niet op die manier. In principe doe je missies. En met die missies vergaar je cash waarmee je schip upgrade. Dat is het basisprincipe. Maar ik ga ervan uit dat ik gewoon... Stel je voor dat je level 11 bent. En je hebt een of andere fancy ruimtejacht. En opeens sta je oog in oog met inderdaad een Imperial Star Destroyer. Je bent weg in een seconde en alles wat je had is weg. Dat lijkt me heel vet, weet je? Permadeath van je schip. Ja, permadeath van je schip. Dat is niet een keer overkomt. Ja, maar daar gaat het om. Want als je dat niet doet, dan is er ook geen belang bij het hebben van een Star Destroyer. Nee, zeker. Want het enige middel wat je kunt hebben tegen zo'n Star Destroyer is... Twee fucking Star Destroyers. Ja. En dat is... Maar dan gaat in modding gaat vast een hardcore mode. Want dat zit volgens mij ook in Fallout. Ja, een survival-esque mode. Ja. Waardoor je iets meer moet letten op je water en zuurstof en weet ik veel wat. Nou, in dit geval zou het gewoon... Als je schip kapot gaat, dan hoop je maar dat je dan ergens anders hebt. Want het is nu gewoon rubble. Ja, dat zou toch vet zijn. In space wachten tot je bij de... Nee, maar dat gebeurt sowieso niet. Ik hoop het wel. Ja, ik hoop het wel. Wegzwevend van de bewoonde wereld. Ik hoop het. Ja. Dat wil ik. Dat soort shit wil ik. Ik zie dat niet gebeuren. En trouwens, hetzelfde met die schepen. Als je even terugdenkt aan de systemen die ze in Fallout hadden om wapens te upgraden en zo. Ik denk dat het op die manier verkapt als zijnde shipbuilding ook hierin te zien zal zijn. Waardoor je misschien met perks en dergelijke, dat je misschien wel vanaf level 11 pas level 3 schipmodules kan installeren en zo. Ja. Dat zal ongetwijfeld verbonden zijn met een perk van het een of ander. Nee, maar dat betekent dat je je character kan levelen, je wapens kan levelen en je schepen kan levelen. Ik zag dat in zekere zin. En dat wapenlevel vond ik ook heel vet. Dat vind ik in Fallout bijvoorbeeld vond ik dat niet. En je had in heel veel van die andere games, Metro en wat dan ook, dan heb je dan gewoon de duct tape wapens. Weet je, ik wou dat zeggen. Weet je waarom ik het... Ja, dat wou ik zeggen. Waarom ik het helemaal niet cool vind. Dat is hetzelfde wat jullie toen in de studio toen hebben gebouwd. Zo voelt het inderdaad. Met de hele stukjes hard aan elkaar vast. Nee, maar dat is toch cooler. Duct tape wapens zijn ook gewoon niet cool. Nee. Niemand wil dat. Je wilt dat shit robuust en dodelijk is en niet een proper schieter is. Precies. Dus dat, en daarom vind ik dat in heel veel games niet vet. Maar hierin juist. Want al die wapenmodels die je net langs gekomen hebt. Ik zie van fuck dat wil ik bouwen. Zag gelikt uit. Ja. Vet stijltje. Ja. Hey, maar als ik een vraag mag stellen. Hoe denken jullie dat deze game gaat teleurstellen? Gewoon even advocaat. Wacht even. Dat is ook gelijk de volgende vraag. Nou. Oh. Wat was hetgeen wat je teleurstelde of het minst kon bekoren? Dat valt wel een beetje samen met wat je zegt. Ja, niet per se teleurstellen, maar ik denk dat de ship combat aan mijn lage verwachtingen gaat voldoen.
Maar je hebt toch gezien hoe het eruit ziet. Namelijk dat het super is en verder. Ja, meer wil ik ook niet hoor, zelf. Ik dan. Ik vind dat borden vind ik een vette touch, als dat goed werkt. Maar weet je waarom? Stel je voor dat jij echt in dat je hier zit. Je bent in command van dit schip. Denk je nou echt dat je soort van een dogfight gaat doen? Weet je, het schip is veel te groot. Nee, dit is volledig geautomatiseerd. Het is fire photon torpedo's. Je moest wel power management. Je moest warp drive power wegnemen en naar je schild pompen en dat transfer auxiliary power to main fucking cool. Generator. Toch, dat wil je toch? Dat is het wel, ja. Nee, dat lijkt me juist heel cool. Maar inderdaad, ja, die dogfight, het zal gewoon arcade zijn. Ja. Overigens, landen, hetzelfde verhaal. Je kan gewoon een pin plaatsen ergens en daar kan je dan zeggen van ik wil hier landen. Okay. Dus ja, niet dat je dichterbij komt. Dat is wat me bij voorbaat een beetje tegenstaat, al teleurstelt. Het gaat point and click aan. Ja, dat ik dus niet gewoon de atmosfeer in en uit kan vliegen. Nee, dat is het. Daar gaat een cutscene cinematic tussendoor zetten. Dat vind ik echt crap. Want we hadden het ook niet verwacht. Hè? Dat zeiden waarom we niet? Hoe moeilijk kan het zijn te vliegen door niks? Maar ze hadden het gezegd. I don't care. Maar dit is een van de grootste. Ze noemen het zelf de grootste space RPG ooit. En dat kan niet. Dat vind ik begrijp niet waarom het niet mogelijk is. Je zou het toch met een soort van verkapte laadscherm zou je het kunnen doen. Ja. Want die cinematic is ook een verkapt laadscherm. Precies. Maar blijf gewoon lekker in first person. Ga door die atmosfeer. Zorg maar dat het helemaal wit wordt. En laat het inderdaad. Maar wat het natuurlijk is. Maar dit is het. Je gaat een jump doen. Kijk, je gaat hier door space time heen. Dat is gewoon een cutscene. Ja, maar ik ben het wel met je eens dat dat toffer was bij No Man's Sky. Bijvoorbeeld, je kon overal heen vliegen. En hier nou, is het gewoon fucking hell. Kijk die schepen daar gaan. Ja, dat is vet. Maar we hebben net een cutscene gezien om naar dit system te komen. Wat gewoon ergens een heel ouderwets, weet je. Dat hebben we vroeger in Mass Effect. Ja, je gaat dit gewoon krijgen. Je hebt dat het is letterlijk dit. Ja, letterlijk dit. Ja, dat is gewoon zonde. Je wil zelf landen. Je wil dat daar. Godverdomme, ik heb een vette land. Het is niet een hele planeet. Maar je Vreemovic wilde dat niet. Nee, maar het ding is, het zou technisch kunnen, maar het is gewoon niet een hele planeet. Als jij maar bij dat is die dus andere wel, want je kan je pinnetje plaatsen waar je wil. En nou, er zijn in X, je kan waar je maar wil. Als jij landt bij aan de overkant van de planeet, bij een andere stad, kan jij lopen naar de ene stad? Dat geloof ik niet. Nee, nou, dat ik denk niet dat één interconnected gebied is. Daarvoor zitten er laders. Ik zou het kut vinden als dat niet zo is. Want dan heb je dus niet het gevoel dat ik denk dat het wel kan. Ik denk, kijk, een planeet overlopen is natuurlijk gewoon te moeilijk. Maar ik denk dat dat zo langzaam laat. Het is allemaal gegenereerde shit. Ja, daarom. Dus ik denk dat dat kan. Alleen dat is gewoon tijdsefficiënt gewoon. Zij kan het niet. Zij kan niet over de planeet lopen. Tijdsefficiënt is dat, klopt het gewoon niet. Waarom heb ik dat horloge niet gekregen? Ja, die zit in de special edition. Ja, die zit in de special edition. Maar blijven jullie echt met je vinger. Die heb jij al. Echt niet. Maar die heb jij al. Jij, lever het in. Shit. Maar dus waarom die cutscene er is, is ten eerste omdat dat gewoon de engine is van Bethesda. Want het zit ook in elke andere game. Namelijk als je naar een interior gaat, is er een loading screen. Je kan niet gewoon de deur doorlopen. Dus dat is gewoon hoe een engine in elkaar zit. Dus dat is nog steeds helaas. En ik denk ook dat op die planeet ook, je kan niet oneindig rondlopen. Het is niet 360 graden rondlopen. Want ik denk op een gegeven moment, je komt gewoon bij een rand van de map. En of dat nou bergen zijn die je niet overheen kan, of dat het nou een storm is, of toxic radiation, of wat dan ook. Ik denk dat er iets van een invisible wall gaat zijn. Nee, weet je wat ik denk? Onlogisch. Je kunt helemaal niet een pin droppen op die planeet en daar landen. Dat kan gewoon. Ik denk alleen op belangrijke data. Ja. Je zag op een gegeven moment ergens een heel klein kort stukje in die presentatie, zag je dat ze die planeet, die bol, en daar hadden ze regio's in, en zeiden ze van oké, deze regio is rijk aan ijzer, deze regio is rijk aan water en zo. Maar je kon wel overal je pin plaatsen, maar het lijkt me heel onlogisch als je regio's hebt zonder dat het nut heeft om je pin op een bepaalde plek te plaatsen. Ja, maar daarom hebben die regio's al daar. Maar die regio's zijn er, maar die zijn niet interconnected. Nou ja, ik ben heel benieuwd. Ik verwacht ook dat het niet zo is. Nee. Maar het zou ik vind dat wel een beetje zout. Want ik heb zo'n fucking ruimteschip. Dat kan toch gewoon vliegen? Precies, dat vind weet ik je? Ook. Ik bedoel, wat wil je nou? Nee. Jouw ruimteschip is puur om in en uit de atmosfeer te gaan en naar een andere planeet te vliegen. Precies. En dan hier een klein dogfightje. En dat is inderdaad wel een beetje, dat is gewoon een letdown. Dan kun je toch in je shuttle stappen en vlieg je daarmee rond. Wat is het nou? Heb die gasten uit. Die is er niet. Ik hoop nog steeds dat het trouwens wel zo is, hoor. Dat je, maakt niet uit waar je pin plaatst, dat het wel nut heeft. Maar
Ja. Verwacht het niet. Nou, en alsnog maakt het ook voor de rest natuurlijk niet zo heel veel uit. Want als jij er op een random plek in de, op de planeet je marker zet en dan gewoon de cutscene ingaat, dan laat hij wel wat in. En dat is natuurlijk dat hele ding van procedureel of random generated. Dan maakt het ook geen rol meer uit, want hij verzint daar wel iets. Ja. En dat is waarom ik het ook ergens een beetje onzin vindt om het 1000 planeten te noemen. Ja, oké, je hebt dus een cutscene en oké, dan krijg ik dus een van die 1000 planeten op dat moment. Je kiest hier gewoon een uit, oké, nu is dat deze planeet. En dat is waarom ik het minder indrukwekkend vind als dat ik in eerste instantie dacht van oké, er zijn dan 1000 planeten, vlieg maar ergens heen en ga maar naar weet je, de eerste van 900. Dus en dat is het niet. Het is gewoon, je hebt waarschijnlijk een map system van planeten. Ziet er erop uit, hoor. Dan ga je naar één en dan heet die, weet ik veel, Coruscant 4 en dan ga je... Coruscant 4. Ja. Je marker, je gaat er naartoe en er komt gewoon een cutscene waarin hij gewoon op dat moment iets randoms inlaat. Ja. En dat, ik hoop dat dat niet zo leeg voelt als dat ik het zo ze moeten het goed kunnen verhullen. Kijk, het feit dat het zoiets gaat zijn, dat is vrijwel een zekerheidje. Ja. Maar het gaat erom hoe goed ze die illusie hoog kunnen houden. En ja, hetzelfde is dus met al die uren ergens instoppen en dat het wel sens maakt. Of dat er eigenlijk helemaal geen reward is. Want wat me het meest kan teleurstellen is dus dat wat ik heb gezien voordat ik deze presentatie had, had ik zoiets van, ja, nee, dit wordt gewoon Fallout in Space. We weten wat je kan verwachten van. En weet je, het zal een beetje buggy zijn bij launch. Mm-hmm. Maar deze presentatie was gewoon heel overtuigend. Ja. Het enige wat ik dus nu zoiets heb van, jullie hebben zoveel hardcore dingen laten zien. Weet je, op heel veel, zowel breed als diep, maakt dat allemaal sens. Weet je, maakt het voor mij als hele hardcore speler. Het is exact dat. Ze hebben allemaal elementen laten zien en je weet niet hoe het aan elkaar geplakt is. Precies. Dat is, en dat als is je, waar als ik bang we voor pech ben. Hebben, dan zijn het allemaal op zichzelf staande onderdelen die niet aan elkaar geplakt zijn. Dat. En als we geluk hebben, hebben ze dat op een of andere manier gefixt. Dan hebben ze iets geweldigs gecreëerd. Precies dat. En dat inderdaad. En om heel eerlijk te zijn, de kans dat het eerste gebeurt is groot. De kans dat het tweede gebeurt is heel klein. De hoop en de kans is wel voor twee. Dat het er ergens tussenin zit, dat is waarschijnlijk wat er aan de hand is. Nou, dat sluit mooi aan bij het volgende. Zijn er vragen die niet beantwoord zijn voor jullie? Ja, dat is. Ja, dit hele wat is de zin van het verhaal sowieso. Tijdens de Starfield presentatie. Ja, dat had ik toch verwacht. Ja, maar we hebben het toch wel over ruimte. Het is wel existentieel ding. Ja, daarom. Ja. Dat heb je toch wel bepaalde vragen die beantwoord worden. Daar zat je mee. Jij hoopte dat Todd Howard jou ging uitleggen wat de zin van het leven was. Ja, maar omdat alles relatief is. En ik zie dat niet terug in die presentatie. Ik zie ook niet of dat tijd eigenlijk een construct is van de menselijke geest. Ik zie jij dat vindt niet de presentatie te terug. Absoluut. Ja, veel te fysiek allemaal, weet je. Ik bedoel, nou, dat vond ik dus ook ergens een beetje. Inderdaad. Ik heb hele toffe, diepgaande of breedgaande dingen gezien. Maar ik heb niet inderdaad de gemene delen hebben misschien al in andere dingen gezien, weet je, in de reveal trailer van nou hier Infinite Space, Fallout kwaliteit, maar dan met meer. Ik denk wel dat het er is namelijk, hè. Het klinkt heel stom, maar ik zag één klein stukje en ik kan het even uit mijn hoofd niet meer voor wat het was, maar je ging een soort door een soort dimensie heen. Je zag iets uit een andere dimensie of er was een soort dimensie ding. Oh, je bedoelt echt over time thing. Ja, dus ik denk dat ja, weet je, misschien hebben ze dat wel echt onderbouwd, weet je. Want ik vind dat altijd tof. Dat was bij Star Trek altijd cool, dat ze dan alles wat ze lieten zien, was dan ook echt door een of andere natuurkundige, theoretisch, moest dat kloppen of zo, weet je. Ja. Nou, daar moeten ze wel kijk, op. Die gasten allemaal een soort van kut zitten te acteren. Ja, dat het een geweldige kaart was. Of alsof jullie. Ja, kunnen we dat nog even zien? Dat stukje helemaal terug aan het begin. Van dat, dan zitten ze op een gegeven moment. Zit ook een chick op een bank. Zitten ze met z'n allen op de bank. Nou, kunnen ze misschien eventjes. Wat ik me trouwens een beetje aan de hand van wat wij net hebben besproken. Wel afvraag van. Stel je land vlakbij zo'n stad. Of tenminste, stel je land in zo'n stad, kan je die stad uitlopen en zeg ik wandel dat vooral zeg, verder, totdat je die stad in de verte hebt. Dat hoop ik dus, maar dat denk ik ook niet. Net zoals trouwens Mass Effect, hè? Dus het is ook niet de stad is een landing zone en die stad kom je niet uit tenzij je wegvliegt. Ja, het is gewoon dat een gebied. Via een laadscherm. Gewoon een via gebied, laadscherm. Ja, dat denk ik inderdaad. En dat is natuurlijk ergens jammer. Ik kan me ook voor, kijk, precies wat jij net ook zei, van hopelijk zit het er ergens tussenin. Stel het is dat eerste van dat het eigenlijk gewoon allemaal los, weet je, en dat het blijft waarschijnlijk dan nog steeds Fallout in Space. En dat is nog steeds natuurlijk iets wat we, in ieder geval, wat ik denk ik nog steeds heel leuk vind. Want meer de Outer Worlds was nodig. Leuk. Nee, daarom meer heb je niet nodig. Dus het kan eigenlijk alleen maar beter worden dan wat je denkt dat het gaat worden. Nee, dat weet ik niet. Ik denk dat je deze game uiteindelijk, wat je gaat krijgen, is dat je gewoon het liefste van missie naar missie naar missie gaat. En dan heb je gewoon een main storyline en dan kun je bepaalde onderdelen van de main storyline kun je pas unlocken als je zo'n soort ruimteschip hebt of tot daar geleveld bent. En dat levelen dat vindt plaats aan de hand van allerlei soort van simpele
fetch en quest missies, weet je, van ga daar naartoe, schiet die overal op, doe dit, doe dat. Niet erg, als dus. Nee, maar ik denk altijd al. Zo ga je die game door. Ja. Dus je gaat die missie spelen om te levelen en de main storyline om verder te komen. En ik denk dat je daar misschien alles bij elkaar een keertje 20 uur mee bezig bent, dan heb je het hele ding uitgespeeld. Hoop ik. Nou, ik als je pech 30, hebt 10 uur. Maar, ja, ik denk nou, dan 30 ik, nou ja, voor de dingen. Maar dat denk ik dus ook. Ik zeg 40. En ik hoop dat dus dat 30 of 40, dat het ook sens maakt als je er 200 uur in stopt. En dat, ja, dat, maar, je dan dat hoop ik. Maar ik denk dat je in die extra 150 uur ben je voornamelijk aan het rondklooien in, met ruimteschepen en met plekken waar je naartoe gaat om er dan achter te komen dat het eigenlijk los is. Ja, en dat, ja, is het vervelende. Dat wil ik niet. Want dat was No Man's Sky. Dat was de grote teleurstelling. Ja, dat wil ik zeggen. Van, wat is dan de appeal? Want IGN heeft de game als enige mogen spelen van de grote media natuurlijk. Game media. En die zeggen dat alle beloftes van Todd Howard stand houden. Ook een beetje questionable natuurlijk. Het is wel IGN, dat ook dat Fallout 76 een goede game zou worden. Ja, 16 times the detail. En dat gamers dit spel really jaren gaan spelen. En dan denken we dan jaren aan Skyrim. Ja, mensen spelen dat, jaren Skyrim. Fallout 4 ook, weet je, maar dat idee. Weer. Het gaat niet veel, het gaat gewoon op dat vlak. Maar dan moet het heel sterk open-ended zijn. Dan moet het heel sterk op levelen zitten. En dan moet het levelen niet stoppen. Maar wat levert het levelen je dan op? Meer schepen. Dat is het enige wat ik me kan voorstellen. Ja, meer vettere schepen. En dan moet je dus een vloot kunnen samenstellen van Imperial Star Destroyers. En weet ik veel. Jullie zetten jezelf zo op voor teleurstelling. Maar ik snap het ook. Zelf dat juist dat, heel ja. erg. Ik heb juist gewoon... voor mij is het nog steeds... nogmaals, deze presentatie heeft me wel echt overtuigd. Dus ben ik misschien ietsje meer hyped. Maar ik zie nog steeds eigenlijk gewoon Fallout in space. Met veel werelden. Dus in dat eindelijk sterker nog gameplay. Dat, sommige van deze factions vind ik zelfs zo Fallout dat ik denk, kan deze studio wel iets sci-fi'ers maken? Of is het echt alsof je Fallout in space doet? Ik zou het vet vinden als er referenties zijn naar... Tuurlijk, dat is hartstikke tof. Maar je wil ook inderdaad referenties die heel sci-fi voelen. Sterker nog, ik wil een planeet waar een drakenskelet ligt. Hey, mag ik jullie nog even een vraag stellen over de... we hebben deze controller hier liggen. Hè? En ik bedoel, je ziet, ze hebben heel mooi ontworpen dat er allemaal dingetjes op staan wat je kan zien. En de hut en dan weet ik wat. Vinden jullie niet dat je een ruimteschip, als het zo geavanceerd is, dat meer input nodig heeft? Dus dat je misschien wel met een flight stick of weet ik wat, dat zou kunnen besturen. Daar is dit de game ik denk voor. Dat het wel... kan, hoor. Ik zou het zeker niet uitsluiten, man. Want dat kan. Als je, nee, niet bij release. Dat geloof ik niet. Nou, dat denk ik wel. Microsoft heeft gewoon een flight stick, ja, hè? Joh. Ja, dat is zo. Maar wat we wel natuurlijk zien, en dat is ook een van de dingen die ik hier heel erg bij heb, van zeker wanneer je in je spaceship zit, dit wil ik in VR meemaken. Kijk, een Xbox zit niet hoog in VR, heeft ook geen VR-bril, maar Bethesda doet dat wel. Mm-hmm. We hebben Fallout natuurlijk in VR gezien, Skyrim hebben we in VR gezien, Doom hebben we in VR gezien. Dus zij zijn wel van VR. Ik kan me best wel inzien dat deze game over een tijd, misschien een jaar, ook een VR-optie gaat krijgen. Nee, weet je waarom niet? Waarom niet? Omdat dit staat niet in VR. Nee, hier word je kotsmisselijk van. Deze game kan je ook in first person spelen, dat is toch fijn? Nee, maar dat is gewoon geen VR-gameplay. Wat wel VR-gameplay is met die schepen, dat werkt heel goed. Mm-hmm. Maar het is te veel van alles, weet je? Je gaat gewoon niet uren, en want dat is ook die game. Dit is iets wat je gewoon uren speelt achter elkaar. Dat doe je niet met die bril op. Dus misschien dat ze een soort spin-off maken of een soort... Ja, ik weet het niet. Missies, ja. Ik vond namelijk ook, ik weet niet of jullie dat ooit gedaan hebben, maar je kan Elite Dangerous met een VR-headset spelen. En dat is echt fucking vet, omdat het gewoon steeds maar één ding is. Namelijk vliegen in dat ding. Nou, dat is makkelijk te implementeren. Ja, dat werkt gewoon goed. Hier in de presentatie werd gevraagd van wat voor beeld gaan jullie maken? Dat is een hele goede vraag. Daar heb ik is er een equivalent van de Stealth Archer? Ik vind de Stealth Archer met wanneer het shit hits the fan, dan doe ik het niet opnieuw. Dan ga ik ook wel gelijk een soort van lightning bolt of een beetje vuur doen. Ja. Dus ja, dus bij mij wordt het altijd een combinatie tussen stealth en actie wanneer het nodig is. Ja. Ik ga precies die guy maken met die pet op, zo, met zijn kale kop. Ted Lasso, ja precies. Ja.
Maar ja, en aan de andere kant, je zag hier natuurlijk ook wel ergens heel diplomatiek, gewoon lullen. Ja. Daar voelde ik ook wel wat voor. De charismatische man. Eigenlijk ga ik denk misschien eerst eventjes spelen. Ik vind dat altijd een grote uitdaging, lekker. Hoor. Ja. Ik heb altijd best wel heavy persuasion beeld ook. Gewoon, ik vind het leuk om een beetje de shit te manipuleren en juist ook diplomatiek bijvoorbeeld uit proberen te komen. Nou, en dat is extra tof wanneer het niet lekker schiet bijvoorbeeld. Stel het zou niet zo lekker schieten. Hè? Dus Fallout, het schiet maar ook het niet schiet lekker. Maar het schiet wel lekker, man, dit. Ik weet het nog steeds niet. It Software heeft eraan bijgedragen, natuurlijk ook aan de gunplay. En ik denk dat je het wel kan zien. We zien ook best wel een stap van de vorige gameplay naar deze. Ja. Het lijkt wel alsof er echt nul recoil op zit. Maar ja, het zijn wapens uit de toekomst. Het zijn space wapens. Natuurlijk. Hetzelfde kun je zeggen over Fallout 4. De gunplay zag er goed uit. Maar voelde echt verschrikkelijk, man. Ik vond ik haat echt Fallout gunplay. Echt. Ja, en je kan je er nog steeds 200 uur door worstelen. Nee, ik zou er ook niet veel te veel van. Maar stel nou, het schiet heel leuk. Mm-hmm. Of lekker of leuk. Ja, dan wil je iets doen wat ook wel waar je veel in kan schieten. Dus dan ga je voor wat minder stealth. Ik zou je nu zeggen, als die wapens niet echt goed voelen, dan ben ik al voor een zeker 30% afgehaakt. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Ik had diezelfde twijfels bij Cyberpunk. Hè? Want die kwamen natuurlijk van The Witcher af. Hadden ook nog heel goed. Ja, dat was uiteindelijk heel goed gedaan. Ja. Okay. Nee, maar ze doen dat. Ze snappen wel dat het goed moet. En ik denk dat als je... Ik wil een personage hebben wat gewoon heavy gunplay. Dat is mijn hele ding. Gewoon knallen, man. Fuck die shit. Allemaal oprotten. Dank. Ja. Ga ik gewoon door het hele universum. Wat voor gun? Een snelle piep. Of ik wil geen pieuw, dat hoef ik niet. Nee, ik wil ik wil wel die space shot. Maar dan wel automatisch. BFG 3000 gewoon, ja. Ja, gewoon een jackhammer shot kunnen achter. Ja, dat is ook vet, ja. Zo toch? Wat voor geluid mag ik? Nee, gewoon... Weet je, gewoon een soort van buckshot. Of een space revolver lijkt me ook gewoon. Ja, een goede sniper kan ook, hoor. Is ook goed. Ik ben heel basic de mid-range assault rifle. Ja, voor maar welk geluid, welke kleur laser, dat soort shit. Welke kleur laser? Blauw, die zie je niet vaak. Of een paarse, daar ben ik paars, zich ook een paarse laser. Je zou maar doodgaan. Mag ik graag alsjeblieft een regenbooglaser? Ik wil een regenbooglaser. Een railgun revolver. Dus 6 van die magnetische puls dingen die... Nice. En dat komt in slow motion ook altijd een lekker. Ik vind wel tof als je inderdaad zo'n... Zo'n ruimte en tijd soort van, ja, dat nou, is vet. Ja. Daar heb ik dus ook een klein beetje mijn twijfels over of ze niet gewoon te veel de Fallout archetype wapens gaan doen. Ja. Je wil dit. Je wil inderdaad zoals... De Gauss Rifle mogen ze van mij gewoon overnemen. Je hebt een nieuwe technologie gekregen van een van de trader. Maar is het software zelf niet best wel experimenteel met wapens? Ja, die wel. Maar kijk, die zijn er denk ik 4 dagen met een man van 3 of weet je, een team van 3 of 4 man zijn er over de vloer geweest. Ik denk dat er best wel veel cross-collaboration is, hoor. Nee, ze zijn er echt een paar keer naar, weet ik veel, Austin gevlogen om even te zeggen van als je deze parameters ietsje tweakt, dan voelt het net wat lekker. Hadden ze dat toch ook van GitHub kanaal vallen? Op deze manier. Ja, maar je weet, ze hebben die gun kits, die zitten daar nog. Improved gunplay Fallout mod. Ja, nou dat gaat komen sowieso. Todd Howard heeft echt een hele indrukwekkende lijst met games. Daar hebben we een mooi plaatje van als het goed is. En volgens mij hebben jullie hem ook al wel gezien voordat we dit item begonnen. Dit zijn de greats of the greats bijna allemaal. Mm-hmm. En dat zijn het ook. Dat is letterlijk. Hier zitten 2 van mijn favoriete games ooit tussen. En die staan altijd eigenlijk gedeelde plaats. Ontbreekt wel Fallout 76 aan natuurlijk. New Vegas ontbreekt. Nee, heeft dat tot hij niet gemaakt. Nee, ik wou niet. Nee, dat is Obsidian. Gaat deze game zich in het rijtje nestelen? Of is tot Howard een beetje van zijn... Nou kijk, dit, hè, want Morrowind is eigenlijk de spirituele vader of van al deze games. Want, want het geraamte is precies hetzelfde. Ja. En ik denk ook dat het geraamte van deze game, afgezien van nu dat 1000 wereld is ergens wat nieuw. Maar ik denk dus dat het niet heel veel impact gaat maken. Dat het nog steeds voelt als Morrowind. Of dat voelde nog een beetje als een tech demo. Maar is niet iets slechts, maar ik denk wel dat we verder zijn in gaming. Dus dat hij niet meer een... Nou, die game gaat nog steeds. Maar waar ga je waar hebben we het over? We hebben het over Bethesda Game Studios, hè? Ja. Ja. Dat is waar je het over. Dus Fallout 76 hoort hier sowieso niet. Dat was niet een. Nee, dat was Zenimax Game Studios. Ja, volgens mij. Ja. Maar Todd Howard heeft daar wel aan het roer gestaan. Oh, ja, maar Todd Howard staat sowieso aan het roer, want die is ook van Zenimax Games de baas.
Dus en hij heeft een partijtje scheid uitgebracht onder zijn bewind. Dus wat dat betreft, het is leuk dat hier een aantal games van mee, toch? Kijk, weet je, niet leuk een aantal games zijn. Dit zijn wel de greats. Maar luister nou eventjes. Deze games zijn vast de greats. Maar wat je ook ziet is dat de cijfers omhoog gaan. Mm-hmm. Die gaan niet omhoog omdat die games beter worden. Die gaan omhoog omdat de games industrie corrupter is geworden. Dus de gamesjournalistiek is minder onafhankelijk geworden. Er zijn nog maar een paar grote spelers. Die zijn zo afhankelijk van advertenties. Mm-hmm. Dus die cijfers gaan omhoog. En zijn dat we ga gewoon je, meer gaan en dat ga je nu weer krijgen. Nee, luister, die game gaat gewoon, weet je, Starfield gaat gewoon 98 krijgen op Metacritic. En ondanks dat die game, en dan krijgt hij een user plus. Rating van 86. Dat is wat ik verwacht. Nou ja, zoiets. Zoiets gaat er gebeuren. Dat zou dat ik al heel fijn vinden. Ik zou ook zeggen dat het ongeveer op de 90 misschien gemiddeld, het gaat trouwens niet omhoog, hè, want volgens mij had je Morrowind. 89, dat was de 94, 93. Het stuit het alle kanten op. 94, 93, 96, 88. Dus. Oké. Okay. Dat valt op zich nog wel mee. Maar het is allemaal rondom de 9. Wat ik het inderdaad ook wel, dat snap ik. Maar, dat soort cijfers. Wat hadden deze games met elkaar gemeen? Dezelfde soort worldbuilding. Ja, precies. De wereld en hoe die wereld gebouwd is. Maar krijg je nu maar jij zegt, met als eventueel struikelblok dat die gegenereerde dingen niet zo Bethesda aanvoelen als... Dat is het enige. Want voor de rest is het natuurlijk ook hier ook door Fallout 3 of Skyrim kunnen rando's waarschijnlijk wel in een uur of 40 doorheen knallen. En hebben wij daar honderden uren in gestopt. Met heel veel plezier. Dus daar klopte die balans van payoff of... Er staan hier vier games tussen waar ik gemiddeld meer dan 1000 uur in heb Ik heb Fallout 4 uitgespeeld. Dat heb ik in 25 tot 30 uur gedaan of zo. Ja. Nou, daarom krijgt hij 80. Maar laat zijn, welke... Vertel me even over de hype voorafgaand aan de release van deze games. Welke games hadden de grootste hype? Voor mij waren het er namelijk twee. En je ziet dat in die cijfers terug. Skyrim en Oblivion. Skyrim sowieso. Skyrim en Fallout 3. Fallout 3 had een veel grotere hype dan Fallout 4 namelijk. Ja. En nu, als je dan de hype van Starfield vergelijkt... dan voor mij komt het alleen maar in de buurt met Skyrim. Ja, dat denk ik ook. Ja. En misschien Fallout 3, maar ik denk Skyrim. En daarom alleen al gaat hij zo'n hoog. Denk je dat de hype groter was voor Fallout 3? Want ik, voor mijn gevoel is het juist precies andersom. Fallout 3 was natuurlijk een opnieuw uitvinding van Fallout. Ja. En dan die hype was echt groot, hoor. Ja, maar ik bedoel, die game sloeg zo in als een bom. Was zo hard. Ik denk dat de verwachtingen voor 4 zo hoog waren. Ja. En die viel juist uiteindelijk tegen. Ja, daarom. Dus het is een beetje ook... De hype gaat natuurlijk ook wel bij wijze van de eerste twee maanden van de release, die tel, weet je, die hoorde daar een beetje bij. Want bij Fallout 3 wisten we natuurlijk al, het wordt die lijpe Fallout shit, maar dan zoals we het kennen van Oblivion. Dus first of third person in die wereld. Dus dit moet wel de meest epische shit ooit worden. En dat werd ook wel. Ik weet nog, ik was met Jelle, we waren op een evenement van Bethesda in Salt Lake City of zo was die shit. Ja, daar in de buurt. En toen was Skyrim was nog niet uit. Toen kregen we daar een presentatie van Skyrim. Het was echt een heel big deal dat we die kregen. En toen hadden ze dat op een gigantisch 4K projectiescherm geprojecteerd, waar de stoeltjes ongeveer 3 meter vanaf zaten. Dat was super kut. Niet over dus nee, dus ten eerste werd iedereen soort van half misselijk van het gigantisch scherm. Maar ook de resolutie gaat naar beneden. Dus je krijgt gewoon een beetje pixelbrei. Dus je zag helemaal niet hoe mooi die game was. En ik weet nog dat ik die avond na die presentatie... toen heb ik zeker 3 kwartier aan de telefoon gezeten... met de jongen die in Nederland de marketing deed van Skyrim. En die wilde precies weten hoe die presentatie was. Dus ik was heel eerlijk. Ik zei van ja, weet je, ze hebben dat gewoon niet goed gedaan. De volgende dag kwam Piet Heijns op dat evenement naar me toe. En die zei van ja, ik hoorde dat je het dat jullie die presentatie niet zo goed vonden. Weet je. En ik kreeg ze van ik leg uit van ja, je moet dat niet op zo. En toen zei hij ook van, daar is het idee geboren om eerst gewoon journalisten vol met drank te stoppen en dan pas de presentatie. Dat was een grote fout dat ze dat niet eerst hadden gedaan. Precies, ja. Maar goed, om aan te geven, een soort van hoe ontzettend beladen die launch was. Weet je? Ja. Ik bedoel, zoiets als een presentatie aan journalisten in Salt Lake City, waar je ze denken, al hadden ze poep op het scherm geprojecteerd. Het was nog steeds, we waren aan het snowboarden in de X-Leaf Resort. Het was fucking fantastisch. En dan, het maakt niet uit. En toch was het echt zo van, kut, we hebben dat niet goed gedaan. Ja. Kut, en ze wisten het. En het had een ander scherm. En 4K projectie klinkt leuk, maar is het niet, weet je. Gewoon slecht idee. Ze hadden daar niet over nagedacht. Niet over nagedacht en niet uitgeprobeerd. En dan zag je gewoon van, zo beladen was die launch, weet je. Er hing zoveel vanaf. En ik denk dat Starfield is misschien dat, ja, zeker van hetzelfde niveau qua verwachting en qua perfectie waarmee ze dit proberen uit te voeren. En kijk nou, weet je, dit soort details. Weet je, dat
alles is over nagedacht. En ja. Alles is gewoon perfect uitgevoerd. Mm-hmm. Stel je voor dat ze nu opeens een persstrip hebben waarbij je een soort van 4K met je neus op het scherm zit te kijken. En het is niet goed. Dan zouden ze ook allemaal knettergek worden. Van, wow, dit is helemaal mislukt. Dus de verwachting is zo hoog. Dus ik denk eigenlijk misschien inderdaad ga je wel gewoon Skyrim geëvenaard zien. Ja. Ook door de pers, want die voelen dat. Ik voel dat namelijk ook. Nou, ik vind het heel mooi dat jullie heel organisch gewoon dat hele vragenlijstje afgaan. Alsof je het hebt gelezen van alsof tevoren. Alsof we het al 25 jaar doen. Volgens mij heb je niet van tevoren gelezen. Want de volgende vraag is inderdaad, we hebben het over hype. We staan op de vooravond van de release natuurlijk ook. Nog 3 maanden. Mm-hmm. En men zegt, en ook zelf bij Bethesda, dat dit een revolutionaire game gaat worden. Ja. Zo zetten ze het natuurlijk ook in de markt. Een revolutionaire game die je nog nooit eerder hebt gezien. Oh jezus. Ben je die mening ook toegedaan? Nou ja, maar het is Bethesda, dus je krijgt een evolutie, niet een revolutie. Ja, maar je krijgt altijd, al is het gerecht nog zo letterlijk, je krijgt ergens, zit er gewoon een klein beetje poep in. Weet je, je weet gewoon dat er een klein beetje poep in of een beetje veel? Laten we hopen dat het gewoon een beetje is, dat je het niet proeft. Ik denk niet dat er heel veel poep in deze game zal zitten hoor. Er is altijd iets, het is Bethesda, weet je. En je ziet het ook. Nou, ik bedoel, kijk naar die gezichten in die, weet je, er is, ja, voor hetzelfde geld hebben ze al deze in-game footage, is dit high-end PC 5K footage, weet ik veel. Weet je, en dan gaat het zo meteen op je Xbox 360 met je nieuwe controller. Dan krijg je me toch een partij pixel kots over je heen. Vind ik knap. Maar nee, ik zeg maar wat. Maar het zou zomaar kunnen. Dat is wat ik probeer te zeggen. Je weet het niet. Kijk, ik vind die beelden vet. Mm-hmm. Maar dit kan alleen maar tegen. Niet dat dit nou zo goed is. Maar Bethesda kennende heb ik zoiets van ja. 32 keer de detail. Hè? Ze hebben dit niet op de Xbox 360 gecaptured. Weet je. Ze hebben dit op een high-end game PC gecaptured. Nee, volgens mij, dat weet ik niet 100% zeker. Maar volgens mij hebben ze gezegd. Alles wat je hebt gezien draait op een Xbox Series X. Okay. Maar het is ook met 30 FPS. Alles hè, wat je eet zit er heel klein beetje poep in. Dat is, nee, maar ik bedoel, als het 60 fps, ja, dan is het 100% een dikke game. Het is 30 frames per seconde. Dus je weet al, van, dan gaat die shootouts, het gaat... Oh, je moeder, ik heb er zin in. Ja. Elke keer als die schepen... Ja, maar ik ben benieuwd, wat platform gaan jullie dit spelen? Als je weet dat console 30 frames... Is dat een vraag dan? Ja. Ja, nee, PC natuurlijk. Je hebt een current gen console die gemiddeld een 2080 aan boord heeft. Ja, maar als er één game echt een enorm toegevoegde waarde is dat je het op een ultra-wide scherm speelt, dan is het fucking dit. Weet je, wanneer je in je cockpit zit of op een desolated fucking planeet of wat dan ook. Je wordt helemaal omringd in al je visie van die planeet. Ja hoor. Ik vind het namelijk een console game. Als ik alles wat ik er nu van zie, heb ik gewoon zoiets van ja, ik zou dit denk ik op een console spelen, omdat ik dat lijkt gewoon te kloppen. Als je begrijpt wat ik bedoel, weet je? Ik zit gewoon lekker achterover in mijn bank. En maar dat kan ook op een PC. Nee, want als zo PC game ik. Ja, ik ook. Nee, maar Bethesda games zijn toch dusdanig inherent verbonden aan de modding community. Dat is toch... Komen zelfs op een gegeven moment zelfs naar PC consoles. Ja, oké, okay, tuurlijk. De mods zijn zelfs naar de console gekomen. Via microtransactions. Ja. Oh, ook. Nou ja, ik kan jullie vertellen dat het de allereerste code van... Kijk even wat hier gebeurt met dat schip, die ik op een beeldscherm zie van deze game, dan gaan we grijpen, graag handjes gaan daar gelijk mee aan de slag. Maakt me echt geen donder uit. Het is een soort van het eerste wat ik naar me toe geworpen krijg. Ik vind alles wat ik tot nu toe gezien heb, heb ik zoiets van dit zou gewoon moeiteloos moeten lopen op een Xbox Series X. Tuurlijk. Dus ik ga ervan uit dat het dat ook doet. Dus ik ga hem op de Xbox spelen. Ja, nou, fuck. 30 FPS dan, hè? Lop 30. Kan je daarmee leven? Nou, ze moeten het patchen. Fuck die gasten, ik kan er niet meer leven. Ze moeten het gewoon patchen. Gaan ze niet doen. Hebben ze al gezegd dat ze echt geen ene donder uit ook. Nou, ik zie het niet eens. Ja, ik zie het wel, maar ik zie het naast iets anders. Ja, voor de gameplay vind ik het wel kut, maar... Misschien de eerste keer op console en dan op PC nog een keer. Daarom ook dat, inderdaad. Dat heb ik ook veel met Oblivion gedaan, met Fallout gedaan en met Skyrim gedaan. Inderdaad ook. Ik heb die zeker alle twee keer gespeeld. Dus ik heb laatst goede Skyrim weer een nieuwe game gestart. Weer een andere character die je nog niet kent. Waar halen jullie de tijd vandaan? Om überhaupt wanneer jij veel race games of Destiny aan het doen bent, dan doen wij nog een keer dat soort stuff. Ja, misschien. En dan het zo van, oké, een pacifist run. Doe ik gewoon maak ik een boer in Skyrim waarmee ik niet mag slaan, alleen maar praten. Ja. Ja.
Nou ja, ik ja, dit ook. Die fuck, ze hebben gewoon een fucking Transformer gemaakt. Ja, maar zo'n Starship kan je gewoon bouwen. Ze hebben gewoon deze Starship gebouwd. Optimus Prime. Dat is toch ze hebben fucking Optimus Fun hebben ze gemaakt. Oké, okay, hoe gaat je Starship eruit zien? Ja, maar het is ook schuitlollig dan. Ja, zwart. Ja, maar bepaal je main ding. Je bent zelf de regisseur van je game. Ik ga een fucking vet Starship maken. Ja, maar ja, het is moeilijk om dat überhaupt... Ik zou willen dat ik hem wel een beetje een Star Trek-y futuristische, clean vibe mee kan geven. Maar dan wel zwart. Wordt die... Ja, maar je kan een paar kleur kan je maken wat je wil. En je crew, denk je dat je je hele crew kan samenstellen? Ja, hè? Ja, nee, niet de hele crew. Er zijn een aantal. Zij bijvoorbeeld is volgens mij jouw number two. Kan je kiezen als. Oh, ik dacht dat zij hem echt was. Ja, oké, maar er zijn companions inderdaad. En er zijn een paar prominenten, maar er zijn dus ook mensen die je gewoon op een random planeet kan vinden en zeggen, hey, wil je mee? Doet met die cowboy. Volgens mij komt dat niet. Wat jij bedoelt komt nu bijna al, dat hij die guy redt van de planeet. Volgens mij zijn deze drie of vier mensen... Iemand, weet je, bound to happen. En maar misschien dat is, hoef je dat ze niet mee te nemen. Dat is precies wat maar... ook in Fallout 4 zat. Ja. Weet je, je had die gasten van, hoe heet ze, The Minutemen. Ja, sluit bij je aan of die niet. Die sluiten bij je aan. En je zegt van, oké, jij gaat naar deze homebase. Hier, deze kan ook deze random dude op een planeet die je saved, kan je ook meenemen. Outpost Engineering 3 punten. Ik denk dat Boris ernaast gaat zitten met een hele vette junko. En ook gewoon naar de Je ziet net een scherm met de hele crew die je kan assignen naar een plek. Ja, ik vind het vet. Ja, daarom. Dat is fucking vet. Ik hoop dat je je robot kan aanpassen. Deze kleine robot. Ja, ik denk het niet, want ik zie hem in elke fucking video hetzelfde. Ja. Helaas. Maar ja, oké, we kunnen ook niet alles weet je, krijgen. Bij Fallout was ook een DLC dat je de Robo Companion kon aanpassen. Dus, ja. Hey, de modding community. Daarom nog een reden om op PC te spelen. Raider Armor. Van 0 tot 10. Hoeveel zin hebben jullie om deze game te spelen? Ja, al jaren 10. 9. 9, omdat ik een slag... onderarm houden. Ja, maar dat zeg ik niet. Dat is hoeveel zin je erin hebt. Niet hoe als je moet raten, hoe... Welke game heb je op dit ogenblik meer zin in dan dit? Ja, geen natuurlijk. Welke fucking game zou je dan meer zin in hebben dan deze game? De Fondle Map van Call of Duty Warzone. Final Fantasy 16. Die kan je al spelen. Die kan je al spelen. Ja, maar als ik moest kiezen, zou dat die zijn. Er is niks buiten de echte vergezichten waar ik meer zin in heb dan in dit. Nee, ik blijf bij mijn 9. Ja. Ja, ik ga bij de zin voor 9. Ja. Maar dat betekent dus niet dat ik wel een slag om de arm hou qua mijn verwachting. Dat dit de 10 is die ik het liefst wil gaan spelen. Het feit hoe je het al zei, je zegt al jaren. Bij jou staat het verreweg bovenaan. Er is niks wat daar bovenuit kan komen. Behalve Star Trek Resurgence misschien. Maar ze hebben het wel goed uitgebouwd. Want ik bedoel, van alles wat we nu gezien hebben... nu pas hebben we echt gezien wat die game is. Ik heb er nog steeds heel veel zin in. Er zijn ook nog steeds heel veel vraagtekens. Dus dat hele communicatietraject rondom deze game is perfect. En mijn grote angst is dat het gewoon zijn hype totaal niet waar maakt. Ja. En dat is gewoon een angst die ik heb, gebaseerd op het verleden met Bethesda. Maar goed, we gaan het. Maar als je een hype niet waar maakt, kan je nog steeds een hele goede game zijn. Ja. Dat is natuurlijk ook het ding. Kijk, daar heb ik wel vertrouwen in. Ja, maar laten we het betrekken op Cyberpunk. Want Cyberpunk, hij is nu in speelbare staat. Cyberpunk heeft ook tot op de dag van vandaag de hype niet waargemaakt. Wel, maar het is nog steeds een hele vette game. Ik heb heel veel plezier gehad met... Ik vond ook dat de hype niet werd waargemaakt. Maar ik heb vanaf dag 1 heb ik het vet gevonden. Ja, precies. Een paar bugs op de PC was oké. Okay. Consoles, onspeelbaar. Nee, maar ik bedoel meer quest design. Weet je wel, zoals ze zeiden. Die ene missie, vanaf alle mogelijkheden kan je doen. En de meeste missies waren niet zo. Nee, dat is waar. Nee, en die stad die was helemaal niet levend. De mensen had loopbaan. Maar zoals dit, ik kan je vertellen. Als ik een uur speel en ik ben 3 shootouts aan het doen, dogfights, dan ben ik klaar hoor. Dit hoef ik niet te veel te doen. Jawel, als kijk hier, want je kan of boarden of je kan, weet ik veel, shit eraf schieten en meenemen. Ja, nee, maar je kunt of... hem disablen. Dat is wat hij nu aan het doen is. Hij is een soort van die engines aan het targeten. Dat bedoel ik. Ja, deze gaat nu dood. Deze maak je kapot en ga je gewoon scavengen. Ja. Maar je kan de volgende, gaat hij dan op een gegeven moment vermaar. Je kan er ook voor kiezen om hem te disablen en dan te raiden. En te boarden, stuk. Jezus, maak eens een keertje niet te stuk. Deze guys maken alles fout. Deze guys violent, zie je al. Ja, deze denk ik, ja. Nee, dan gaat hij fucking boarden. Dat is insane cool dit. Oeh, dat is een vet wapen. En dan hoop je, nu, want als niet je namelijk machine. In de lijn der verwachting van wat je vroeger in een Fallout 3 tegenkwam, dat je een dungeon inging en ineens een hele rare verhaallijn sparkte. Ja. Dat zou toch vet zijn als je een random, weet je, een soort van afgelegen spaceship tegenkomt en die boort en er is ineens een alien, bla bla bla, en er gebeurt van alles waar je weer 2 uur mee bezig bent. Dat is wat ik verwacht wel wat in deze game gaat zitten. Ja, het zou tof zijn als je gewoon een soort hele vette cruiser
tegenkomt die ergens zweeft. En dan ga je aan boordje. En is er één rare alien? Ja, er is niemand aan boord. Iedereen is dood. Wat gebeurt er? Wat de fuck is er gebeurd? Ja. En ik ga het maar lezen. Ah, dat hebben ze er zeker in gedaan. Ja, maar daarom. Ja, dat is de ster van wat vroeger Bethesda games waren. En dat gaat ook hierin zitten. Ik vind het hier zo gedetailleerd. Die basis en die ruimteschepen. Ja. Hij had zijn neus tatoeage. Ja. Zo ga ik mijn character niet customizen, denk ik. Nee, kijk, weet je wat? Mag ik nog één ding zeggen? Die nou, één ding dan. Ja, één ding. Is dat gaming... We zagen net dat lijstje. Morrowind is het geraamte van wat we al die games die we daarna hebben gezien. En dat was tot en met Skyrim had ik al zoiets van. Het is dat ik hou gewoon van precies dit. Weet je, die random encounters en gewoon worldbuilding. En dat is tof. Maar het begint gedateerd te voelen. En nu zijn we alweer 8 jaar verder. Dus is gaming niet verder geëvolueerd dan wat Bethesda? Want die games die we net hebben gezien, dat waren de hoogtijdagen van Bethesda. Nee, de meeste games zijn alleen maar groter, mooier. En, ja, en niet per se beter. Dus we zijn niet verder in gaming dat dit zometeen eigenlijk outdated gaat voelen. Veel. Maar nee, het concept zelf is nog redelijk tijdloos. Maar dat gaat nog een hele generatie games duren. Weet je wat je nu kan met ChatGPT? Weet je, die gesprekjes, dat gaat straks allemaal in-game. Ja, precies. En dat is gewoon nu helaas een game changer. Ja, dat is echt een game changer. Als dat hierin had gezeten, had je al echt... Dus dit gaat wel in community. Ja, daarom. Nou, maar ik zweer het je, dat gaat gebeuren. Ze hebben het al verwerkt in Skyrim met een mod. Precies. Een fully voiced Maar het gaat dus niet outdated voelen, denken jullie. Deze game. Nee, maar het concept is tijdloos. Weet je, zet een vette wereld neer. Geef mij die exploration. Geef mij de manieren om, hè, op mijn manier in ieder geval, een lekker basisje te bouwen. Een beetje crew te assignen naar de juiste punten. En een heel vet verhaal in vette steden. Ja. Dat is een aardig waslijstje, maar dan ben ik heel tevreden. Maar weet je waarom het niet outdated gaat voelen? Omdat dit game design, deze game design principes, dat is nog steeds top van de industrie op dit moment. Ja, de principes wel, maar hoe het dus met, jullie zeggen het al, de facial animations die er gewoon dommig uitzien, de character designs. Ja, oké, nou ja. Nee, maar ik bedoel, dat is voor het oog. Dat is alleen maar altijd mooi meegenomen. Kijk, het gaat gewoon om de gameplay loop. The Witcher en Red Dead wel echt gewoon nieuw soort worldbuilding en expression zou gezien. Dus... Ja, maar Red Dead is toch vrij leeg vergeleken met dit. Ja, dat is niet... Maar heel levendig. Nee, man. Super levendig. Er waren 400 beesten die daar het om je heen liepen. Ik moet wel zeggen, hoe levendig de open wereld aanvoelde, daar waren ze wel een sterren. Maar qua gameplay design totaal niet. Nee, dat niet. Maar gewoon dus die open world. Dus daar hebben we wel stappen. Of sidequest design van bijvoorbeeld The Witcher. Ja. Dat is nou trouwens, eigenlijk is het main quest design van Bethesda Games nooit de ster. En zijn de sidequests dat wel. Dus weet je, we hebben zulke vette verhaalvertelling gezien in de laatste 6 jaar. Gaan ze daar iets in kunnen doen? Jongens, ik heb er gewoon fucking veel zin in. Nou, dan rest mij nog één vraag. Gaat dit de Game of the Year worden voor 2023? Ja. Voor mij wel. Ja. Voor jou ook. Ja. Famous Zie je die eindejaarsgesprek? Ik had zoveel zin, toen kwam deze scheid. Wie had dat gedacht? Nou, dan kunnen we dit heel benieuwd naar jullie. Objectief gezien niet, want subjectief zeker. Ik heb er zin in. Ja, nee, gaat dit Game of the Year. Tuurlijk, wat anders. Ja. Vampire, Zelda, Tears of the Kingdom. En Final Fantasy. Twee goeie, maar... Fuck Zelda. Nee, Zelda is vet. Maar dit gaat hopelijk echt een heel... Hele famous last words. Ja, inderdaad. Oké, goed. Oké, doei. Dit was een hele uitgebreide preview van Starfield. We kijken er allemaal naar uit. En ik denk misschien wel de langste ooit met 50 minuten. Bedankt voor het kijken en tot later. Miauw.